Hier op buiten? Mijn naam. John Rauwgurk weer. Dat je Mayo erbij. En Hauke. Dat wordt hem, hè? Oké. Doen we. Zo. Snackbar heet Snackbar de Tiller. En ik zit hier zelf 34 jaar. En hij bestaat al 41 jaar. Ja, mooi plekje, hè? Altijd genoeg parkeerplaats, geen probleem. En klopt het, dat als het om jullie auto toch ook wel een beetje een begrip bist? Ja, dat zeggen ze. Ja. Ik ben bekend, hè. En hoe komt dat? Nou, de van alles, hè. Nederland 5-1, hè. Je wil even naar met voetbal in, want ik op de sociale media is de Oranje gek te losbarsten. En een snackbarhouder, Iliaud, voorspelt de uitslagen van Oranje op zijn Twitter-account. Ik had zelf voorspeld 5-1, dus dat zat ook wel even goed. Hey. Dus hebben we even een gokje opzet, we hebben wat won. Maar dit was nog warm met je hand, dus Nederland-Australië, dat wordt 7-0. dat wordt 7-0, jongen. En dan voorspelst tot die wedstrijd. Nou, af en toe, niet altijd, af en toe. Sportclub Cambuur bereikte voor het eerst in haar historie de halve finale van de KNVB-beker. Iedereen heeft al dagen over de halve finale tegen AZ. Zoals ook hier in de snackbar van Menno. Morgen gebeurt het, hè? Dan gaan we met 3-1 winnen. Hè? Eerste helft 1-1, daarna 2-1, penalty erbij 3-1. En dan gaan we met 20.000 mensen van Leeuwarden naar de Kuip. En vindt dat dan ook wat leuk, dat is volgens wat in de spotlight zit? Ja, dat is wel leuk. Hè? Maar je hebt ook nog een Twitter, hè? En Facebook af en toe, hè? Ja, wat dingen wat ze raden kennen, dan konden ze wat winnen. Van alles wel. Hè? En wat maakt het deze snackbar nou anders dan andere snackbaren? Ja. Goed, ja, we hebben tevreden klanten. Prijsbeleid is ook goed, hè? Kun je statuut lezen? Een eerlijke prijs, daar ben de meeste tevreden mee. Want hoe lang ben die prijs niet tussen al net zo? Deze prijzen staan er alweer 3 jaar op. Dit is de oudste klant van ons. De oudste klant, die moest er even opzetten. Kootje, draai die even op. Onze oudste klant. Mooi, hè? Oudste levende klant. Oh ja, hij leeft ook nog. Onze oudste klant. De eerste dag dat ik in 1983 begon, was hij al mijn klant. Hij komt nog steeds bij ons. En wat is er nou zo leuk om hier te werken? Nou, het is altijd alle dagen weer wat anders. Huh? Ja, voor jezelf. Alles komt hier, hè? Want hoe vaak ben je hier? Maandags tot en met zondag. Van 12 tot 12, zaterdag tot en met zaterdag. Zondag van 2 tot 11. Dus ben je hier altijd? Ja, ik ben hier altijd. Heeft er wel eens even een keer vakantie? Ja, 3 weken bovenhak. Hè? Ben we dicht. 3 weken dicht.